Suriname heeft de afgelopen maand een toename van 25% aan overflights gehad. Onder overflights wordt verstaan vliegtuigen die door ons luchtruim gaan, zonder de intentie te hebben om op een Surinaamse luchthaven te landen. Per dag vinden er ruim 70 vliegbewegingen, meer dan normaal, plaats in onze luchtruim. De toename van overflights komt door de perikelen die zich voordoen in Venezuela. Het luchtruim van Venezuela is gesloten, waardoor het vliegverkeer moet kiezen voor een alternatieve route, zoals Suriname, zegt Faisal Baarn, hoofd van de luchtvaartdienst. Voor Suriname is dit een economisch voordeel, omdat het zorgt voor meer inkomsten, benadrukt Baarn. Luchtverkeersleiders ervaren de drukte vooral in de avonduren. Volgens het hoofd van de luchtverkeersleiding, Manoj Ramparijan, kunnen de luchtverkeersleiders het werk wel aan. Hij geeft verder aan dat indien de radar functioneerde, het werk vlotter zou gaan. Luchtverkeersleider Rajan Palai geeft aan hoe de begeleiding van vliegverkeer plaatsvindt. Getrainde luchtverkeersleiders. Die luchtverkeersleiders zijn goed getraind, ze kennen hun job. Het enige is, vanwege de toename van het luchtverkeer, wordt het natuurlijk drukker en drukker, omdat wij die radar niet hebben. Als we die radar hadden, was het een stuk makkelijker. Maar op dit moment hebben we geen radar. We hebben wel een radar, maar die radar is buiten functie. We hebben een aantal collega's, maar verdeeld over, zeg maar, area controllers. Dat zijn dus de controllers, of luchtverkeersleiders, die dus over het totale luchtruim, als het ware, beheren. En verder hebben we ook nog assistenten. En hebben we ook nog personeel in de toren die dus het naderingsverkeer afhandelt. En ook nog dat van Sanderij zelf, arrivals en departures. Volgens het hoofd van de luchtvaartdienst zijn er afspraken met de minister van Financiën om de radar binnen 6 maanden te repareren. Luchtverkeersleiders zullen ook getraind worden om met het apparaat te werken. De radar zal het veiligheidsgevoel binnen de luchtvaart vergroten, zegt Baarn. Dat is prioriteit. Bij mijn aandrijd waren er dus 2 prioriteiten hoog aan staan. Dat was de ILS, die is intussen afgerond, en de radar. Dus het geld is vrijgemaakt. Het ligt nu aan ons, aan onze technici, aan de luchtvaartdienst zelf, om in de startblokken te gaan, technici naar hier te laten halen, de survey te doen, de componenten te vervangen. Dan hebben we de radar op en running. En daarna komen we dan met de training voor radarcontrollers en radarinstructeurs. Faisal Baarn, hoofd van de luchtvaartdienst. Hij gaf aan dat er een toename is van vliegbewegingen in ons luchtruim.